Ik sta hier nu in het pittoreske dorpje Andermatt in Zwitserland naast het hotel De Cherry. Afgelopen week vierde dit hotel haar eerste verjaardag en ik heb me laten vertellen dat het een waanzinnig hotel is, dus ik ben ontzettend benieuwd. Ik heb nu als eerst een afspraak met Hans-Jurg Meijer, de senior vice-president onder andere van dit hotel. Lekker, ze hebben de open haard er voor me aangezet. Very warm welcome to the Cherry Andermatt. Nice to have you with us. Thank you. It's such a beautiful hotel. Thank you so much. Can you describe the philosophy of this hotel? Our philosophy is really a fusion of contemporary Asian architecture with the Swissness of Andermatt. So you can see all the clear contemporary lines, which is very Asian, but at the same time we're using all the woods and stones from within the region. Yeah. For us, luxury is not about gold, shiny, marble. It is all very subtle and really warm materials who make the place very cozy and welcoming, more like a home than a traditional hotel. Makes it really strong. Very much so, and very special, very unique. Yeah. And then also in our restaurant, for example, our cuisine, where we have chefs from Asia, India, Thailand, China, but then on the other side we also have traditional Swiss dishes. I'm curious, I'm gonna taste it later on. You should, most welcome. Zoals Hans-Jurg net al zei, zie je de Zwitserse en Aziatische invloeden terug in het interieur, maar ook in de keuken. En daar ga ik nu even kijken en proeven. Here we go. Thank you, that looks great. So that's Opti Blue prawns. So it's that dish is a fusion from Asian and into European dish, how our kitchen is. And you have underneath a beautiful slice of lardo colonnato. It looks like a piece of art. Enjoy it. Thank you. You're welcome. Ja, super lekker. Ik ben nu net klaar met eten en we gaan nu de kamers bekijken. Ik ben ontzettend benieuwd. Dit penthouse heeft 2 verdiepingen, een prachtige badkamer, een heerlijk bad en een eigen sauna. Een heerlijk uitzicht. Ik krijg er helemaal zin in kerst. Andermatt wordt omgeven door de Zwitserse Alpen. En deze vallei is een ideaal gebied voor skivakanties. Je kan hier ook terecht voor curling of voor schaatsen. En binnen 20 minuutjes ben je via de Glacier Express in een ander skigebied. Ik ga even opwarmen binnen. Zo, ik voel me hier al helemaal thuis. Ik heb straks een afspraak bij de spa. Het spa-gedeelte is hier ontzettend groot, wel 2400 vierkante meter. Ze werken hier volgens een holistisch concept waarbij ze lichaam en geest weer in balans brengen. En dat midden in de natuur. Ik ben straks dus weer helemaal zen. You have to be quiet, right? Yeah. Alles in dit hotel is mooi. Ik heb echt een heerlijke dag gehad. En ik ga nu deze dag op gepaste wijze afsluiten met een high tea. En ik denk dat ik deze even ga laten vullen.